Zoethouder hebben we ook nog van vroeger. Daar kom je ook bijna in principe nergens meer tegen. Dus dat is ook wel uniek om dat aan te gaan mogen bieden. Terug naar lang vervlogen tijden in kruidenierswinkel De Malderij in Anlo. Sinds afgelopen week zijn er spulletjes te koop uit grootmoeders tijd. Zoals snoepgoed als schuimblokken, zoethout, kaneel en zuurstokken. Het ademt helemaal de sfeer van de jaren 50. En dat is vooral te danken aan de authentieke inrichting. Dat is een oud grutterswinkeltje in Annen. Die staat al jaren leeg of is gestopt. En die is verkocht inmiddels. Dus ik heb de kans gekregen om daar de oude inventaris uit te mogen halen. Of tenminste een gedeelte ervan. Nou, even een schuimblokje. Een lolly. Een salmiakknots. Mensen kunnen hier gewoon de ouderwetse soorten en aan schepsnoep weer scheppen. Hoe leuk is het als de schoolkinderen hier weer binnenstappen om een schuimblok voor een dubbeltje op te halen. En men probeert om je oude soort snoep weer terug te brengen. Kijk wat het gewicht is. Kijk, 150 gram. Maar het is niet alleen snoep wat de klok slaat. Er is ook brood, eieren, fruit en groenten. Vers van het veld. Dus dat zal in de toekomst nog uitgebreid worden. Maar we hebben toch eerst een leuk basisassortiment om mee te starten. En daarmee lijkt het dorp Anlo na jaren eindelijk weer een eigen kruidenier in huis te hebben voor de dagelijkse boodschappen. En klein maar fijn, dat is in coronatijd alleen maar een voordeel. Nou ja, goed, je ziet ook dat mensen nu makkelijker naar een compactere winkel gaan als naar de grotere supermarkt gezien drukte. En ook al is er lang niet alles te koop, zoals in de supermarkt, de historische beleving doet een hoop.